Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en zijn collega Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme hebben op instructie van president Desiree Bouterse een bijeenkomst gehouden met staatsbanken. Het gaat in deze om de Surinaamse Postspaarbank en Volkskredietbank. Deze ontmoeting heeft plaatsgevonden op 23 maart 2020. Partijen hebben tijdens deze meeting stappen besproken hoe importeurs van valuta tegen een redelijke koers te voorzien. We zijn 2 dagen druk bezig geweest. Ik begrijp dat met de crisis rondom het coronavirus de verschillende lagen van de samenleving heel diep zijn getroffen. En onze focus is om toch wel het volk zoveel als mogelijk tegemoet te komen. Op basis hiervan, op instructie van de president, hebben mijn collega en ik, minister HIT, vergaderd met 2 staatsbanken, de SPSB en de VCB, en met een ondernemer, de heer Tutelaan. Uit de bus is gekomen dat wij op basis van de basislijst, de basisgoederenlijst, wij de importen zo goed als mogelijk willen garanderen tegen acceptabele prijzen. U weet dat op dit moment de prijzen er lucht uit vliegen en wij willen dat keren. Ik moet zeggen dat na 2 dagen van praten waar deze actie zullen overgaan, minister HIT is hiermee belast. Maar het gaat erom dat de ondernemer bereid is via zijn eigen valuta tegen zeer, zeer, zeer redelijke koersen in feite aan de importeurs van basisgoederen dollars ter beschikking te stellen. En als we praten over zeer redelijk, dan zeggen we echt substantieel beneden wat er nu op de markt heerst. Dit zal zeker helpen de koers te verlagen. De importeurs die op dit moment zoeken naar valuta, die kunnen na, gecoördineerd door mijn collega, zullen er gesprekken plaatsvinden waarbij de SRD's op de staatsbanken zal worden gestort. En dat die dan ook zullen zorgen dat de importeurs de valuta kunnen krijgen om af te handelen met hun counterparts in het, weer het buitenland. Ten aanzien van de dollars, dat zal zeker heel veel helpen. We halen een substantieel deel van de importeurs uit de markt. Maar verder wil ik, ik nog een klein punt aan toevoegen, want dat is het tweede waarmee we ons bezighouden. We importeren heel veel uit China. Als ik kijk naar mijn collega, is het ongeveer 30% per maand. We hebben een swap die wij in 2015 hebben getekend, begin vorig jaar verlengd. Een swap met China, waar tegen wij in Chinese currency, hier in RMB, in feite importen kunnen krijgen. Binnenkort gaan we met de centrale bank zitten, omdat de RMB's in feite gewoon daar zitten te zitten. En wij willen ook die importen uit China veiligstellen door zoveel als mogelijk van die faciliteit gebruik te maken. Dus één, via de staatsbanken zal spoedig met de importeurs van de basisgoederen worden overlegd, zodat ze van de markt gaan en via onze staatsbanken in feite hun importen veilig kunnen stellen. En onze tweede stap is om met de centrale bank aan tafel te zitten, zodat wij kijken hoe wij alle importen uit China via de RMB-swapregeling kunnen voltrekken. Ik denk dat we deze 2 grote groepen uit de markt halen. Naast natuurlijk het afkondigen van de wet, dat zeker zal leiden tot wat meer rust op de valutamarkt. Nou, we hebben een meeting gehad net met mijn collega van Financiën en 2 banken en een ondernemer. En ik moet zeggen, ik ben bijzonder ingenomen met de initiatieven van de ondernemer ter ondersteuning van het beleid om de koers omlaag te halen en om de basisgoederen betaalbaar te maken voor de samenleving. En het gaat erom dat er een voorstel is gedaan dat de ondernemer zelf middelen ter beschikking stelt aan andere ondernemers, aan andere importeurs, een pakket van basisgoederen. We hebben samen met hem gezeten. Ik denk dat we de producten moeten listen. En aan de hand daarvan nodigen we dan de importeurs uit van die producten. En het is de bedoeling dat hij dan de dollars ter beschikking kan stellen tegen een weer goede koers.
En wat dat is, denk ik dat we nog even met hem moeten gaan bespreken. Maar dat betekent dus dat er een verlichting zou komen op de druk op de dollar. Het gaat in ieder geval een verlichting brengen op de druk op de dollarkoers. En ook met de andere maatregelen zoals de swap deal met China, waarbij importeurs die normaal uit China importeren eerst US dollar zoeken en dan gaan converteren in RMB, dat komt te vervallen. 30% van onze importen zijn dat, zoals mijn collega heeft aangegeven. Dus als die weg komt te vallen, dan heb je ook een flinke verlichting op de druk op de dollar. We kijken er naar uit. Binnenkort zal HIT de gesprekken starten met de importeurs van die goederen. Ik denk dat we in heel binnenkort die lijst ter beschikking krijgen en dan gaan we de importeurs uitnodigen.